wat heeft dat er nou mee te maken? Oh, nee. Maar je zei, ik word er heel moe van, want? Nou, ik vind, kijk, het is, ik heb heel veel over te zeggen, maar ik zal proberen me in te houden. Kijk, je moet het verhaal wat die rechter... Want die rechter pas op het water, ja. Wat die, ja, dit is om mijn broek in bedankt te houden. Wat die rechter heeft gezegd, is... hij heeft het steeds over de islam. Ja. En niet over moslims, want hij zegt ook steeds erbij... ik heb niks tegen moslims. Nou, daar heb ik echt lang over naast zitten denken. Heb ik ook al een keer wat over gezegd. Maar stel nu, denk ik, oké, stel, dit is waar. Dus de moslims zijn helemaal geen probleem. De islam is het probleem. Wat is dan het probleem? Want er is dus islam is gevaarlijk. Maar wat is dat dan? Want dat zijn dus niet de mensen. Nee. Dus stel, je woont in de straat en er zijn 40 moskeeën in die straat. Dat is niet gevaarlijk, want het is gewoon een gebouw. Ja. Dus ja, dit is dus wat ik niet begrijp. Dat ze dus net doen alsof je een hele groep Nederlanders... als tweede rangs mensen kan wegduwen. En dan zeggen, nee, maar hij bedoelt niet die mensen. Hij bedoelt de islam. Alsof je die mensen kan definiëren zonder de islam. Daar begrijp ik gewoon niks van. En dat wordt dus ook niet gevraagd. Niet aan hem, niet aan die Moskowitz. Niet aan de rechter. En ik begrijp dat hele ding. Ik vind het prachtig voor hem dat hij een feest heeft. En de vrijheid van meningsuiting is al een gelul. Ik begrijp gewoon niet hoe je gewoon consequent een groep mensen... kan wegzetten als criminele en foute mensen. Mm-hmm. En dat je dat dan op een slimme manier doet dat juridisch klopt. Dat is ons systeem. Dat vind ik prima. Dus als een rechter zegt, is oké, nou dan mag het. Dat is ons systeem. Maar hij zei op het randje steeds, hè? Dus welk gevecht daar nou gevoerd werd, was mij niet helemaal duidelijk, hoor. U zit op de grens de hele tijd. Dus... Nee, maar omdat hij steeds in elk interview zegt... ja, maar ik heb niks tegen moslims. Precies. Ja, maar ik heb het... Want ik dacht, ik ben dan wel zo'n idioot, dan ga ik dat toch eens bekijken. En dan ga ik niet de journalistieke dingen doen. Ik heb gewoon een speech van hem, gewoon zelf. Hè? Dus gewoon uit de Tweede Kamer. Ja. Dan zegt hij bijvoorbeeld... al die knusse moskeeën, die leuke hoofddoekjes, die gezellige boerka's. Ja, Nederland wordt er echt een stuk mooier van. Nou, dan mag je zeggen, prima. Hier en daar valt er eens een dooie. Wordt eens iemand verkracht en gaat ons land op termijn failliet. Ja, ik herhaal. Ja. Dan zeg je dus over mensen met die hoofddoekjes gezet. Dan zeg je dus over Nederlanders die toevallig moslims zijn. Valt toevallig een dooie, wordt dus iemand verkracht. Maar dat mag de pret niet drukken. Voorzitter, een beter milieu begint bij jezelf. Heel veel Nederlanders ergen zich aan de vervuiling van de publieke ruimte door de islam. Dus ons land wordt vervuild. Ons land gaat steeds meer lijken op Mekka en Teheran. Hoofddoekjes haatbaarden. Daar had ik nou graag gewild dat de rechter had gevraagd... wat bedoel je met haatbaarden? Wanneer is een baard een haatbaard? Wat is het criterium? Dat vind ik dus onduidelijk aan het hele gedoe. Wat is, bijvoorbeeld Pierre Carter, die heeft een baard. Ja. Is dat een haatbaard? Zullen we allemaal zeggen, nee, is geen haatbaard. Maar op basis van welk criterium? Hier... Boerkas, mannen in rare, lange witte jurken. Dus witte jurken, geen probleem, maar rare witte jurken. Hier, laten we onze straten gaan terugveroveren. Zorg dat Nederland er weer uit gaat zien als Nederland. Tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Hoe maak je een straat schoon... zonder dat iemand die daar geen zin in heeft... dat daar geweld tegen gebruikt wordt. Ik begrijp ook niet waarom hij het gewoon zegt... ik vind mensen die toevallig moslim zijn... die moet je gewoon anders behandelen. Dat zegt hij letterlijk bijna. Dat zegt hij dat letterlijk. Alleen in een rechtbank zegt hij ineens... nee, het gaat niet om die mensen. Maar waar gaat het dan om? Nederland moet er weer uitzien als Nederland. Nederland ziet er altijd uit als Nederland. Er is geen enkel moment op aarde dat Nederland er niet uitziet als Nederland. Als er nu 500.000 Koreanen het land in komen, ziet Nederland er nog steeds uit als Nederland. En dit begrijpen mensen niet. Ja. Dus net als van die dikke mannen staan voor de spiegel, zo zie ik er toch niet uit? Ja, zo zie je er wel uit. Ja. En dat is met dit land ook. Ja, maar ik vind het, het is allemaal zo dol. En wat ik zo jammer vind van zo'n rechtszaak, ik had graag wat dingen willen begrijpen. En ik begrijp er nog steeds geen ene moe van. Terug naar de opgave.